opgeven aan je hoofd, hè? Ja. Als jij nou hier eens gewoon in je lijf blijft, ga je eens voelen, ga je eens staan, ga je eens kijken. Ja, ik hou mijn gedachten er niet bij. Dan zie ik die windmolen. Ja, nou, maar dat mag je ook zien, hè? Want jij staat hier en dan ga je dus die windmolen zien. Ja. Is dat vet? Geeft dat een goed gevoel? Of is dat, geeft dat onrust of vervelend? Wat voor gevoel geeft dat? Op zich wel een goed gevoel. Ja. Want wat zie je nog meer als jij hier staat? Of wat voel je? Een dak alweer. Ja? Ja? Daar die gele bloemetjes. Ja? Daar die hele boom, je ziet een soort ja, berg, maar het zijn bomen. Maar ja. Dan steekt daar één boom uit. Ja. Ja. Daar steekt ook weer een boom uit. Ja. Ik zie daar een huis met een oranje dak. Huis met een oranje dak? Ja, daar. Niet de meest linker, maar de meest rechter. Oh ja, de meest rechter. Ja, dus dat, ja. En dan dat grote stuk. Ja. En de kentekenplaten. En de wat? Kentekenplaten. Nou kijk, dat heb je nog niet gezien, hè? Nee. Dus je gaat zien. Ik ga andere dingen zien. Ja. Dus eigenlijk, als ik meer van het pad afga, zie ik meer dingen om me heen. Dus dan weet ik beter wat er om me heen gebeurt. Ja. Denk ik. Nee, niet denk ik. Nee. Dan zie ik meer wat er om me heen gebeurt. Voel je dat, merk je ook verschil? Want je gaat meer zien, dus je ziet letterlijk meer dingen. Ik sta nu ook rechtop. Ja. Ik sta rechtop. Je mag er zijn. Ja. Wel heel raar om te bedenken dat het zo ver van het pad af is. Ja. Dat ik net heel dichtbij bleef, maar weer een stuk comfortabeler voel. Ja. Maar het wil niet zeggen dat je altijd per se heel ver van het pad af zit, hè? Ja. Maar het wil alleen zeggen dat jij gewoon even uit die... Daar, als je er heel erg... Je had daar gewoon nog een jas aan. Ik moet even uit de comfortzone gaan. Ja. Gewoon even... Ja. Gewoon... Wees jij. Ja. Wat gebeurt er met je arm? Wat wil die? Oh. Nee, laat het gewoon lekker zijn. Laat het lekker zijn. De beweging dat ik... Ook nog een soort multitasken. Ja. Gewoon even, is dat ook een soort van... Een soort fijn dat ik... Net zoals op school, ik hou mijn aandacht heel slecht bij. Ik heb nu ook een bal, bijvoorbeeld. Ja. Een hele grote bal. En daarmee tijdens het eten zit ik op tafel. Ja. En aan tafel. En dan zit ik ook de hele tijd zo op die bal. En dan zeg ik, moeder, zit nou stil. Nee, want ik vind het echt fijn. En ik blijf gewoon zo door bouncen. Dus jij moet bewegen. Dat vind ik wel heel fijn, dat ik dan ook nog een beetje kan bewegen. Ja. Want ik ben niet echt een stilzitmens. Nee, en soms is dat, kan dat ook, voelt dat als, zeg maar, als ongeremdheid of bevrijding. Ja. Ja. Dus je mag letterlijk, wat ben je aan het loslaten? En dat doet wil een lijf, hè? Want als je zo staat, sta je vast eigenlijk. Je zet jezelf helemaal, je voelt los. Maar eigenlijk zet jezelf, terwijl als je gewoon in die beweging blijft... Ja. Voel je gewoon die energie stromen? Ja. Ja. Ik weet niet, het voelt gewoon een soort fijn. Ja. Gewoon lekker doen dan. Je hoeft er ook helemaal niet over na te denken. Nee, want het gebeurt een soort automatisch. Oh, gaat ook steeds verder de grond in. Maar het gebeurt een soort automatisch. Als ik iets naast me zie, dan beweeg ik er gewoon automatisch aan. Ja. Beweegt het nu, want je kan dat op een... onrustige manier, hè? Dat je alles vasthoudt en maar de behoefte hebt om maar te bewegen omdat je eigenlijk niet zegt wat je zegt. Dus, wat je... Ja, het is meer een soort... Het gaat de hele tijd in hetzelfde ritme. Ja. En een soort... Oh nee, helikopter. En het gaat ook de hele tijd een soort in dezelfde beweging. En dan soms ook even zo, maar... Ja. Ja. Het is niet heel rustig, maar het is wel... Het is niet onrustig, het is rustgevend. Het is rustgevend, ja. Het is... En dan is het goed, hè? Want dan zit je eigenlijk in die hele relaxte flow, sta je rechtop en je gewoon... Ja. Ik zie daar iets blauws, maar ik weet niet wat het is. Die witte strook of die blauwe wat erop? Het blauwe dat daar achter. Achter die mesthoop? Ja. Ja, dat is zo'n veulen staan daar. Dus die hebben zo'n... En ook het groene daar. Ja. En het water. Oh, zat dat een Shetlander? Wat zeg je?
Is dat een Shetlander? Nee, dat zijn allemaal IJslandse veulens ook. Oh, dat zijn allemaal IJslanders? Ja. Oh, gaaf. Ja. Schat. En die achterste twee zou kunnen, die zijn misschien van... Dat zijn andere. Ik denk degene die we nu prominent aanwezig zal zien, dat zijn andere paarden, denk ik. Hmm. Als ik het zo goed zie. Maar goed. Maar goed, sta even hier lekker. Nou. Ja? Ja. Dus dit is wat jij mag doen, gewoon? Gewoon uit mijn comfortzone gaan en gewoon, ja. En het loslaten. Oh, sorry, wat wilde je zeggen? Nee, heel erg. Ik ga heel erg uit van mening van anderen. Ook als iemand tegen me zegt dat het niet goed is, dan denk ik ook automatisch van, oh, het is niet goed. Nee. Ga dan maar weer eens terug dan. Want dat is wat er, want dan zit je daar weer, hè? Los van het pad. Ja. De meningen van anderen, die had je hier ook. Ik krijg gelijk weer een soort druk hier. Ja. Ja. En dat is niet oké. Okay. Hij gaat nu ook daarheen. Ja. Dit is niet oké. Okay. Hoi. Hallo. Hey man. Ja, je voelt ze meteen druk, ja. Hoi. Waar wil je heen? Weer terug daar, denk ik. Ga je mee, man? Wel gek dat hij dan weer naar ons toe komt. Zeg je? Wel weer grappig dat hij dan weer naar ons toe komt. Wat gebeurt? Want jij zei eigenlijk van als ik me openstel, als ik zeg wat ik, dan komt hij naar me toe. Wat gebeurde er daar? Ik voel hem weer meer druk. Oh, dus juist als het minder gaat, komt hij naar me toe. Nee, of, had je je daar opengesteld? Minder. Minder? Ofwel, jawel. Nee, maar jawel, ja. Want je voelde druk. Ik voelde druk en ik zei het meteen. Ja. Dus jij zegt wat je denkt. Ja. En hij volgt je. Dat is oké. Nou. Ik krijg altijd helemaal zo'n hadden. Een rilling. Dat is oké. Een soort vuurachtig. Ja, mooi hè. Volgens mij is dit het, of niet? Ja. Gewoon een beetje uit mijn comfortzone gaan. Jij mag gewoon jezelf zijn. In alles. Nou. En als jij een gekke stap maakt, kijk eens hoe het voelt. Je gaat rechtop staan, je gaat stralen, je gaat dingen zien. En niet vanuit onrust, ik moet dingen zien, maar je gaat dingen zien. Je gaat de wereld zien. Je staat open voor leuke dingen die je met YouTube wil, of whatever. Nou. Omdat je zelf wil. Je vrienden.